Kunt u iets zeggen over die dreiging? Want er is heel veel gespeculeerd over wat allemaal gebeurd zou zijn, maar de raketwerpers, et cetera. Kunt u daar iets van bevestigen? Nee, het punt is, je hebt heel weinig informatie. Dan is de vraag, kun je die informatie duiden? Is het betrouwbare informatie? Dat was het. Maar niet veel meer dan er is een dreiging op het programma Boulevard. Dus niet een invulling van die dreiging? Nee, daar komt een heel verhaal omheen. Dat is niet van ons. Maar mensen denken ook, ja, wat moet het dan zijn? Je hebt de Telegraaf gehad waarmee de raketwerper is geschoten. Dus mensen denken al... Telegraaf was een auto die naar binnen reed. Ja, ook. Het Panorama Nieuwreview was een raketwerper. Ja. Dus mensen vullen ook in. Je ziet... En voor de duidelijkheid, die invulling van de raketwerper, dat is niet van de driehoek? Nee. Nee, dat is geen informatie die wij hebben gekregen. Dus het zijn wel dingen waar we rekening mee houden. Ja. Dus als je zegt, wij vinden het verantwoord, dan hebben wij er rekening mee gehouden zelf van wat zou er allemaal kunnen gebeuren en kunnen we daar tegen optreden? En daarvan hebben we gezegd, ja, daar kunnen we tegen optreden. Top dat je gekeken hebt naar dit online fragment van Humberto. Wil je meer zien, het hele fragment, ga naar rtl.nl. En als je het mooi vindt, vertel het door en abonneer je even. Dankjewel.